Leuk dat je kijkt. Mijn naam is Wilma. Het is alweer tijd voor een KVPS-vlag. In deze vlag ben ik op de vakdag van Taart Behoort in Grijp en spreek ik onder andere de voorzitter. Goedemiddag, we zijn hier vandaag op de vakdag van Taart Behoort. Kunt u zichzelf even voorstellen? Ja, zeker. Ik ben Papke van der Molen. Ik ben de voorzitter van deze vereniging, van Taart Behoort, vakvereniging hier in Noorden, afstreek uit Bergen, officieel. Dus sinds 1952 hebben we hier al een vakvereniging. Ja, en hoe bent u er zo ingerold om bij de vakvereniging te komen? Ja, dat is eigenlijk een beetje, het zit in de aderen zou ik maar zeggen. Mijn opa is hier al begonnen, mijn vader heeft het overgenomen, bestuurslid. Mijn oom, 17 jaar in de gezeten, nu heb ik het stokje weer overgenomen. Dus eigenlijk is het een, het wordt bijna traditie om het zo maar te zeggen, maar het zit al jaren erin. Het zit in het bloed. Ja, het zit in het bloed. Wat is nou als ik een Fries paard heb, wat is nou het voordeel om lid te zijn van een vakvereniging? Ja, vakvereniging kan je natuurlijk helpen met allerlei dingen en vragen natuurlijk. Maar ook met het clinics. We doen veel dressuurclinics om te helpen. Maar ook clinic beoordelen doen we wel. Noem maar op. Ook lezingen en proberen. We proberen heel veelzijdig programma neer te zetten, zodat we iedereen iets van kunnen helpen. Ja, dus eigenlijk ook om de kennis over te dragen. Ja, dat is het eigenlijk wel. We willen zoveel mogelijk ook mensen daarin instrueren en helpen om voor een goede vakkerij. Maar ook veel plezier ermee te hebben. Dat is wel heel belangrijk. Plezier staat voorop. Ja, je moet paard hebben. Je kan wel willen dat je er bovenaan, maar je moet er ook van genieten. Je moet er van genieten. Ja. Nou zijn we hier vandaag op de vakdag. Het is een beetje aangepast door de coronamaatregelen en het is al super dat het zo door kan gaan. Zeker, ja. Hier achter ons zien we een keuring. Wat gebeurt er op zo'n dag? Ja, het is toch ook weer een beetje strijd tussen de vakkers altijd wel. Dat is ook wel heel leuk. Hè? Je hebt hier een rubriek driejarige merries. Nou, waar mensen toch weer gaan kijken van waar staat mijn paard? Hoe doe ik het in een competitieverband? Zo moet je het zeggen. Vanmiddag hebben we kampioenschappen natuurlijk. Ja. Maar het is gewoon ook, vakdagen zijn wel vaak de sfeer. Hè? Met z'n allen even met elkaar, de vakkers onder elkaar. En dat had je gisteren met de veulenkeuring. Die mensen die er dan zijn, dan hoor je wel weer, hoe vak jou? Wat heb je? Heb je tweede premies en dan begint altijd weer wat te leven. Ja. Dus het stimuleert wel met zo'n vakdag. Het stimuleert zeker, Nou is er vandaag een keuring, maar jullie hebben ook een rubriek Best Gaand Rijpaard. Daar mocht ik toevallig vanochtend even in starten. Maar naast vele keuringen hebben jullie dan, dit is best een druk programma. We hebben hier 3 dagen een vrij druk programma. We zijn donderdag gestart met de Al Raco selectiewedstrijd voor de dressuur. Daar hadden we iets meer dan volgens mij 100 starts. Dus dat was de hele dagavond volop bezig. Hartstikke leuk, ook heel enthousiaste mensen. Gisteren hadden we dan een veulenkeuring eigenlijk. Die ook zeer enthousiast was dat mensen toch hun veulen kunnen keuren en door kunnen gaan en chippen. Hè. Dus ook heel belangrijk, registratie, dat dat allemaal door kan gaan. En gisteravond hadden we nog de mensselectie, ook nog voor het mennen. Oh, dat was er ook nog? Ja. Nu weer de keuringen met aansluitende kampioenschappen. We schrijven altijd nog een tuigen onder het zadel uit voor de liefhebber. Daarom zei ik, we willen onze leden zoveelzijdig mogelijk proberen om in te zetten. Dus die gaat ook door. Super. Nou, wat leuk. Ik loop hier nog even rond en ik film nog wat. Bedankt dat u mij even te woord wilt staan. Prima, graag gedaan. Dankjewel. Bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie het een leuke vlog vonden. En tot de volgende keer.